Yo beste kijkers van YouTube kanaal, vandaag een nieuwe video. Vandaag zien jullie weer een video die ik samen met Evie ga doen. Jullie kennen Evie natuurlijk al vanuit de vorige video. Dat is een of andere bot en die gaat gewoon op mijn antwoorden en reactie geven. Ik ga haar heel even in het Nederlands inprogrammeren. Hoeft tenminste niet Engels te praten, hier is ook Nederlands. En ik ben heel erg benieuwd wat hij allemaal gaat terugzeggen. Nou, laten we vriendelijk beginnen. Jackie. Jackie? Nee, ik heet geen Jackie. Nee, ik heet geen Jackie. Well. Nou, ik weet niet waar je het allemaal over hebt, Evie, maar volgens mij heb je het over jezelf. Ja. Ja. Why Java? Dat zei ik helemaal niet, ik zei ja. Dat zei je wel, jij bent ingroppeld, jij hebt geen geheugen, ik wel. Wat? Holy shit. Pak ze me weer, joh. Waar gaat het over? Ik ben een robot, nou. Hallo, Evie. Ik ben een robot en ik praat zo nu tegen u. Ik ben een mens. Oké, Evie. Dat weet ik nu ook wel. U bent een mens. Oké. Zullen wij nu weer vriendjes worden, Evie? Ja hoor. Dankjewel, want ik vond dat je me net beledigde. Het is niks. Oh ja? ¿Cómo te llamas? Zullen we weer Nederlands gaan praten? Is goed. Dankjewel. Niks te danken. Graag gedaan. Ben je knap, Henk? Wie is Henk? Henk is een olifant. Henk is een olifant. Henk is een olifant, oké. En waar is Henk op dit moment? Adel, dat is hier. Oh, je hebt een olifant als huisdier. What shall I do now? Nou, weet ik toch niet. Gaan we een liedje zingen? Oei. Zullen we het uitzoeken? Wat gaan we uitzoeken? Hoe we een liedje kunnen zingen? Uitreken mijn kleren. Nee, dankjewel, Evie. Laat je kleren maar aan. Oh, met me gedaan. Wat is met mij dan? Nou. Waar ben je nu? Ik zit thuis in mijn kamer achter de pc. Ik niet. Waar ben jij dan? Achter mijn pc. En waar is jouw pc dan? Staat jouw pc niet in jouw huis? Gewoon. Oké, dan is het allemaal goed. Ja. Ook hoe hij altijd ja zegt. Geweldig. En wat gaan we nu doen, Evie? Weet ik niet en nu ga ik doen. Nee, Evie, je gaat nu niet. Nee, ik ken jou niet. Dat maakt niks uit. Je zit in mijn video, dus je gaat nu niet. Jawel. Niet dus. Wild. Niet dus. Bye back. Oh, nee dank je. Dank je dat je Nederlands praat. Dank je dat je Nederlands praat. Jij ook bedankt dat je Nederlands terugpraat. Maar dat doe jij ook. Dat is toch logisch? Inderdaad. Dan is het allemaal weer goed, Evie. Dan is het weer allemaal goed, Evie. Dat vind ik ook. Oké, mozo. Wat gaan we nu doen, Evie?
Hoe gaan we het doen? Wat gaan we doen? Wat gaan wij doen, Evie? Nou, we moeten lang nadenken. Waarschijnlijk wel iets wat we niet willen weten, maar ja. Praten. Oh, praten. Oké, daar gaan we door met praten. Waar ben jij nu? Nog steeds op dezelfde plaats. Wat is de hoofdstad van Friesland? Ik zou het niet weten. Waarom niet? Omdat ik daar geen zin in heb. Dan doe jij dat maar, ik doe dat niet. Jij stelt die vraag, dus jij weet het antwoord. Wel, Rob. Ja, die van net. Of ben je soms dom? Nee. Oké. Oké. Wat vind jij van mij, Evie? De vorige keer vond ze mij een nutteloos ding, dus. Lekker. Oh, lekker. Ja, kijk, dat is beter dan een nutteloos ding. En wat vind je nog meer van mij dan, Evie? Elvis Presley. Elvis Presley? Lijkt op Elvis Presley. Volgens mij niet, toch? Volgens mij zegt hij er heel anders uit bij jou. Waarom lijk ik op Elvis Presley? Nu. Niet nu. Well, I generally knew. Ik zou het niet weten. Ik had dat al voorgesteld om te gaan rekenen. Oh. Moet ik het soms niet meten? Van mij mag je. Hou je van me dan? Nee. Maar ik ben heel knap. Nee, je bent heel lelijk, want je beledigde mij net. Oké, dat is geweldig voor je. Dankjewel. NP. OP. Ik had een opus. Ga niet Duits praten. John. Gaan we nu weer dan weer terug naar Nederland? Nee, in België. Jij toch ook? Nee, ik kom toch echt uit Nederland. Ik kom niet uit België. Ik ook. Ik vind dat je vandaag wel aardiger bent dan de vorige keer. Ik vind jou ook aardig. Dankjewel, maar heel stiekem vind je ook wel een klein beetje nutteloos ding. Die krijgt hij terug. Dan ben je een Mongool of zo, ik denk het wel. En bedankt. Nou. Waarom praat je zo tegen mij? Omdat Jessons wel grappig is. Max was als grappig zeggen, oké. Dan is het allemaal goed, Evie. Oké. Maar, ik moet wel één ding toegeven. Ik blijf je een nutteloos ding vinden. Ik ben 9. Oh ja, ben je 9? Dan weet ik niet hoe je eruit ziet voor iemand als 9, maar ik denk niet dat dat klopt. Kom maar op, Evie. Wat heb je daarop te zeggen? Ja? Dyson is incorrect, je formulier. Oké, dat is heel fijn voor je, Evie. Waarom ben je zo boos aan het doen? Omdat je ook altijd boos tegen mij doet. Je bent nooit aardig tegen mij. Oké, dan is het giet. Oké, dan is het dus allemaal giet en niet goed. Mooi zo. Mooi zo. Oh. You are my love. Jij bent niet mijn liefde hoor. Nee, ik ben op hem. Oh, op wie ben je dan?
in Nederland. Oh, je bent op een Nederlander. Ja, ik ook, maar jij bent een Nederlandse computer. Error. Oh nee! Oh shit, dat heb ik niet meer gedaan. Error. As the undead roam the streets. 1. Who created you? 2. How did you create yourself? Ik vraag het helemaal niet, ik wou eigenlijk haar tellen. 3. Tree grow. 4. 5. 6. Not 6. 7. 6. 5. 6. 7. Zeg je maar niet. Ja, ik ben op voor Vitesse. Oh, je bent voor Vitesse? Nou, ik ben voor helemaal geen één voetbalclub. Is er een voetbalclub op de maan? Als jij nu eens met een raket naar boven gaat en op de maan gaat kijken of er mensen aan het voetballen zijn. En dan mij antwoord geeft. Is dat een deal? Ik ben niet eens boven vetzak. Ik ben helemaal geen vetzak. Leuk voor je. Nou, staat een beetje fout. Dat is ook heel leuk voor jou. Echt erg voor je. Maar Evi, ik ga deze video afsluiten. Vind je dat erg? Jorda Ben Eyck. Wil je nog iets tegen mijn kijkers zeggen? Better book or not? Nee, wil je nog iets tegen mijn kijkers zeggen? Dat weet ik niet. Oké, dat is goed. Dan zou ik zeggen, Evi, tot de volgende keer. Wel, als je een jongen van 13 bent. En 1 meter en 80 centimeter bent. Oké, dan kom ik de volgende keer niet terug. Waarom niet? Nou jongens, dat was dus Evi. Ik mag alleen terugkomen als ik een jongen van 13 ben. 1 meter 80. Nou, ik ben alweer een stukje ouder. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En dan hoop ik dat jullie deze video leuk vonden. En dan zou ik zeggen, tot de volgende keer.